Als we morgen een nieuwe regering maken, dan zal dat probleem er nog altijd zijn. Namelijk dat ik als eigenaar van een stuk grond vind dat als ik daar niet mee mag doen wat ik wil, hè, dat ik daar dan voluit voor vergoed moet en worden. En dat wil niemand aan zijn kiezer verkocht krijgen natuurlijk. Precies. Ja, nou, nu, anderzijds, we moeten het globale plaatje bekijken. Hè. Dus dat komt allemaal, dat wordt allemaal betaald door de belastingbetaler. Hè. Een kleine groep mensen zal dus door een heel grote groep ruim vergoed worden, ruimer vergoed worden dan wat een perceel op de markt in de toekomst waard is. Hè. Dus we moeten... Dat is ook een ethisch dossier. Plus, een grote groep mensen, en dat is eigenlijk het verhaal dat door liberaal bijvoorbeeld niet verteld wordt, dat de vrijstaande woning en de lintbebouwing kost ontzettend veel geld. Hè, er is uitgerekend hoeveel... Ja, ook maatschappelijke kost natuurlijk. Onze ruimtelijke ordening van nu tot 40 gaat 32 miljard euro kosten. Dat moeten de mensen ook wel eens weten. Moet mee ingecalculeerd worden. Wat ze eigenlijk elke dag betalen. Hè.